Mooie Hollandse lucht. Ik heb er zin in. De zon wordt prachtig weerkaatst op het kanaal. Heerlijk vis weer. Beetje veel wind, maar liever te veel dan te weinig. Ik heb te maken met felle opklaringen. En dan kies ik een shed met een felle kleur. Waarom? Dat zie je aan het eind van deze film in een link. De kop is 7 gram en het is hier ongeveer 3 meter diep. Dus 6 tellen laten zakken en dan pas binnenvissen. Mooie goed gebouwde snoek. Altijd leuk om te vangen. En je ziet het, wat het goed is, komt snel. Ik heb er wel vertrouwen in met dit weer. Misschien blijf ik wat langer dan gepland. We zullen het zien. Mijn felgroene shedje doet het goed. Ik vang net een klein snoekje en meteen daarna verspeel ik een hele dikke dame die tot 2 keer toe losschoot. Nou, ik hoop dat ik er op de terugweg nog tegenkom. Want ik heb er een tijdje staan gooien en er gebeurde niks meer. Het weer is aan het veranderen. De wind wordt minder en er dreigen buien. We zullen zien hoe dit af gaat lopen. Het is nog steeds goed snoekweer.
En het is ook nog steeds droog. Maar toch heb ik al een uur lang niks meer gezien. Ik ga terug. Kijken of ik op de terugweg iets vangen kan. Misschien die dikke dame wel. De laatste half uur heb ik alleen maar regen gezien. En overmoedige baarsjes. Nou, gelukkig is het droog geworden. En ik krijg meteen een aanbeet. Hij is niet groot, maar wel welkom. Het is alweer een tijdje droog en het klaart op. Ik heb net twee kleine snoekjes gevangen, maar nu wordt het interessant, want ik kom in de gevarenzone. Op het volgende stuk kreeg ik een aanbeet van Big Mama. Ik hoop dat ze er nog is. Het is nog steeds droog en zonnig, maar Big Mama heeft zich niet meer laten zien. Ik probeer het nog even op deze plek met een ander kleurtje en wordt het niks, dan loop ik door naar de auto. Volgende keer beter. Ik ben terug op de vaart, ik ben een uurtje aan het vissen ongeveer, en het valt op dat er geen baars meer te zien is. Die zijn kennelijk weggetrokken, op weg naar hun winterverblijven. Nou, als dat zo is, dan is de snoek erachteraan. Het enige wat ik daarvan gezien heb, dat waren drie volgertjes van een centimeter of 35. Nee, het is klaar hier. Ik zal een andere stek moeten gaan zoeken. Snel terug naar de auto en op zoek gaan naar een herfststek. Dat zal niet meevallen, want op de meeste watertjes staan nog waterplanten. En mijn winterstekken zijn nog niet gemaaid. Misschien wordt het wel dood aasvissen. Toch maar op het kanaal gebleven, want dood aasen kan altijd nog. Het heeft ook niet mijn voorkeur, ik vis liever met kunstaas. Dus ik ben een kilometer of 10 verderop gereden en vrijwel meteen deze vis. Leuke snoep. Ik ga verder vissen. Weg is hij.
toch even vergelijken als de beelden zijn verwerkt. Ik laat ook even de andere kant zien voor mezelf. Ik weet niet meer hoe ik hem net vasthaal. Maak je zelden mee in deze tijd van het jaar. Dat ze elkaar dulden op dezelfde stek. Zou het dan toch dezelfde zijn geweest? Nou, ik ga er eens kritisch naar kijken. Deze mag terug. Je gaat het niet geloven, ik sta nog steeds op dezelfde plek. En dit is nummer 3. En die is groter dan de eerste twee, zo te voelen. Hij is inderdaad groter dan de vorige, dus het zou de eerste wel weer eens kunnen zijn. Het is echt niet te geloven dat ze zo dicht bij elkaar zitten. Ik bedoel, het is pas september. Geen idee wat de oorzaak is. Misschien een feestje of een reunie. Ik ga hem terugzetten. Mooie tijd om te vissen, de herfst. Maar ook een mooie tijd om een weekje naar Griekenland te gaan. En dat ga ik morgen doen.